voor buurtbewoners hier in Heerlenheide. Welkom hier bij Uur van de Buurt online. We zijn ontzettend blij dat we hier zijn. En we zijn hier op het plein weer in Heerlenheide. En u zag het net al op het bord staan. Daar staat, en dan moet ik het straks even aan jullie vragen of ik het goed in het dialect zeg. Leef u, zeg ik het goed? Ja. Fijn u weer te zien. Want welkom, we zitten hier bij Brasserie Leef. En volgens mij zijn jullie ook hartstikke blij. Want jullie hebben hier, hoe lang al jullie brasserie hier? Bijna 6 jaar, hè? In augustus. Bijna 6 jaar al. In augustus, hè? Ja. Nou, en voor de buurtbewoners die jullie nog niet kennen, stel je even voor, wie ben je, hoe heet je? Ik ben Ramon Mone, ik ben 37 jaar en ik woon in Kerkrade. Nou, ja, ik ben Kobe Hemden, Renzi, ik ben 48 jaar en Ramon staat voornamelijk in de keuken en ik sta voor, dus Je zegt je komt uit Kerkrade. Nee, dat woon ik. Je bent van Heerlen ook. Je bent van Heerlen, ja. Je woont in Kerkrade, ja. Maar je bent al 6 jaar actief hier bij de brasserie. Ja. Dit ja. is jullie eigen onderneming? Ja, de eerste keer. Ja. Ja, nou vertel eens, hoe is dat zo begonnen 6 jaar geleden hier? Eigenlijk heel spontaan. Ik heb de vorige eigenaar geholpen met een kaart op te zetten. En vervolgens is zijn vrouw ziek geworden en wou die van de zaak af. En wij hebben eigenlijk zonder na te denken de stap genomen, de sprong gewaagd. Ja. Allebei de banen opgezegd en in het diepe gedoken. Nou, dat is wel even lef hebben. Ja. Want jullie komen beide eigenlijk wel of niet uit de horeca 6 jaar geleden? Ja. Allebei wel. Dus jullie, de horeca ervaring hadden jullie wel. Ja. Maar dan toch nog wel een onderneming om dat hier te staan starten in Heerlenheide. Ja. En dus al 6 jaar. Ja. Hier werkzaam. Ja. En hoe hebben jullie de taken verdeeld? Nou, wat Kees zegt, Kees staat eigenlijk voornamelijk voor. Dus ontvangt de gasten en bedient ze, rekent af, dat soort dingetjes. En ik zorg voor het eten. Ja. Ja. Een hele diverse tijd aan eten. En we zijn een bedrijf wat meegaat met de seizoenen. Zoals de asperges nu, aspergesseizoen. Maar ook wild en eigenlijk alles wat daarbij hoort. Een hele uitgebreide en leuke kaart. Daar gaan we het straks nog even over hebben, over de gerechten. Want we hebben hier natuurlijk ook heel veel kookboeken. En van de keuken weten jullie alles wat. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik ben zo heel erg benieuwd hoe het jullie eigenlijk gegaan is tijdens de coronatijd. Want ook voor jullie natuurlijk, de horeca, dat was eigenlijk, zeg ik dat goed, horeca en musea. Ja. Eerste dat ze bericht kregen dat ze de deuren moesten sluiten, dat was voor jullie natuurlijk ook even schrikken. Dat was wel schrikken, ja. Die zondag kwam het bericht om 6 uur sluit, dat kwam er iets heel hard aan. Ja. Mm-hmm. Ja. En dan die onzekerheid van hoe gaat het verder, het afwachten en financieel loopt alles door, dus je rekeningen en we hebben even in de rat gezeten. Ja. En jullie hebben ook gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Ja. Jullie hebben veel personeel ook nog in dienst? We hebben 2 mensen in dienst. Je zegt handen. Zijn ze inmiddels ook? Eentje is weer ons verlaten helaas, vorige week. Ja. En die was er een beetje klaar mee, ook op onzekere tijd. Hij zou eigenlijk een contract krijgen. En dat ging dus vanwege de corona ook niet door. Ja. En, nou, we leren nog de Kimberly. Mm-hmm. Die is inmiddels ook alweer bijna 4 jaar. Ja, bij ons. Ja, en dus gelukkig hebben jullie nog 1 werknemer kunnen behouden. Ja. En weer open! Ja! Gisteren stond ik hier. Want jullie hebben normaal ook daar het hele terras vol met tafels en stoelen. Ja. Ja. En wat ik ook altijd zie, want jullie zitten hier recht tegenover de bibliotheek. En we hebben natuurlijk al heel vaak samengewerkt. Dat is ook iets wat we hier doen. En daar is ook Uur van de Buurt natuurlijk ook voor bedoeld. Dat we meer verbinding maken met onze buren. En ik kan wel zeggen dat we al een heel goed contact hebben met deze beide ondernemers en buren hier op, hoe heet het plein nou? Corneliusplein. We drinken dan samen een kopje koffie. Ja. Dat hebben we nu ook al klaar. Gezondheid. Nou, gezondheid. Dat is eigenlijk ook wat we doen tijdens Uur van de Buurt. De buurt ontmoeten en kennis maken met elkaar. Ja. Jullie hebben ook de buurtleiders getrakteerd op een aantal recepten. Kun je nog vertellen welke recepten jullie toen gemaakt hebben? Oeh. Het stoofvlees.
Dat is ook een verzendsel eigenlijk wat we het eerste jaar of het eerste voorjaar verzonnen hebben. En dat sloeg zo goed aan dat we het op de kaart hebben gezet. En eigenlijk nog steeds wel een hit is. Met Kimberly hebben we het geluk, zij heeft patisserie gedaan. Dus zij kan een aardig potje bakken. Dus patisserie, zij maakt taarten. Taartjes. Die zoetigheid. Ja. We variëren daar ook regelmatig mee, zodat ze ook creativiteit kwijt kan. Organiseer je dan ook van die high teams? Want daar ben ik altijd helemaal dol. Nee. Ja, ben ik nou dol op? Ja. Het is een stukje capaciteit. Hè? Mensen vragen natuurlijk van alles. Ze willen graag van alles. Ja. We proberen heel veel dingen mee te gaan. Maar ja, onze keuken is relatief klein. Ja. En aangezien we alles nog zelf maken, is dat natuurlijk ook erg arbeidsintensief. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk kijken, als je zegt van ik zou er misschien met 30 man willen doen. Dan loont het zich. Dan loont het zich dan. Ja. En dan kun je daar een middag aan besteden vanochtend. Ja. Maakt de buurt nou veel gebruik van jullie? Hoe belangrijk zijn jullie voor de buurt? Heel belangrijk denk ik toch wel. Hè? Want we zijn dan ook in de coronatijd zijn een paar keer hier geweest voor het poetsen of de post oppikken. En wij waren binnen en toen kwam zo van, nu zijn jullie open en en ook zondag, je krijgt bloemen, je krijgt op veraf knuffels, kusjes, weet je dus wel. De buurt hebben jullie laten weten. Ja, zeker. Dat ze blij zijn dat jullie weer open zijn. En wij hebben ook gemist, toch wel behoorlijk. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat jullie ook voornamelijk bezoekers krijgen uit de buurt. Ja. Of heb ik dat gehoord? Het komt van Klimmen, van Voerendaal, Ubersberg. Het komt van alle kanten eigenlijk wel. Maar onze hoofdmoot is natuurlijk inderdaad de buurt. Dus jullie zijn ontzettend belangrijk voor de buurt. Ik denk het wel, want voor sommige mensen is het echt een middagje uit, hè? Op het terrasje zitten of binnen zitten met gezellig kletsen en de krant lezen of gewoon lekker stilzitten en alles kijken. Ja, zeker. Ja. Nou, hartstikke fijn dat jullie dan voor de buurt zijn. Ik zie hier boeken die we natuurlijk ook in de bibliotheek hebben met gerechten. En ik hoorde net al van jou. Dat jij ook wel van barbecue houdt. Ja, absoluut. Ja. En dan met name het slowcooken. Maar dat is natuurlijk iets voor thuis. Ja. Ja, met de big green egg aan de gang gaan. Pulled pork maken, lamschoudertjes. Heerlijke hamburgers. Ja. En de salades. Maken jullie ook veel salades? Dat doen we natuurlijk ook. Wat maken we zoal? Salade met gerookte zalm, met spekjes en champignonnetjes. De kip, kipstukjes, tonijn. Ja. Van alles passeert de revue inderdaad. Duurzaamheid, we denken aan de natuur. Ja. Ja. Er zijn ook veel mensen die zeggen van vlees eten, dat gaan we niet meer doen. Ja. Ik heb hier de Vega-bijbel. Ja. Besteden jullie daar ook nog aandacht aan? Aan vegetarische gerechten? Ja, zeker. Veganisten zelfs. Vegetarisch, we kunnen eigenlijk overal in meegaan. En, we zijn er ook thuis in. Je hebt tegenwoordig ook de allergieën, wat heel erg speelt onder de mensen, wat leeft onder de mensen. En door ons vast gebeuren, kunnen we daar heel goed op anticiperen. Dus ik kan bij jullie terecht of een vlees eten, lekker van de barbecue. Ja. Ja. Maar ik kan ook bij jullie komen eten als ik duurzaam wil eten en vegetarisch ben. Ja. En dit zijn natuurlijk, hier ben ik natuurlijk helemaal dol op. Neem het eens even in beeld. De amuses. Zijn jullie ook dol op amuses, om amuses te maken? Ja, thuis wel. Maar hier op de zaak, met de kerst, met het kerstmenu, dan maken we ook wel aparte toetjes staan. Wat lepel amuses, Ja. Nou, ik vond het ontzettend leuk dat jullie buurtgasten waren. Ja. En we zijn natuurlijk ontzettend blij dat de horeca weer open is. En dat we jullie weer als buren zien dat jullie weer druk aan het werk zijn. Ja. Iedere ochtend weer om het terras hier voor de buurt klaar te zetten. Dit was Uur van de Buurt online. Leuk dat jullie er waren. En laten we zeggen, met z'n allen naar het terras. Ja. Tot gauw. Tot gauw maar weer. Hoi. Doei doei.